Mijn eigen mindset was volledig op vlees gericht. Ik at er vrij veel van, zeg 500 à 700 gram per dag. In het oude Tropicana maakt Sam veganistische kebab. Klinkt best lekker, maar zijn verhaal begon als slagersjongen. Ik heb hiervoor heb ik een slagerij gerund, een familiebedrijf, zeg 10 jaar lang. Totdat ik vegan werd, ja, en daar moest ik dan wel wat mee. Het begon eigenlijk doordat mijn vrouw die begon zich een beetje te verdiepen in bont en dergelijke. En toen is zij al vrij snel ook vegetariër geworden. En binnen een maandje heeft ze zelfs de omslag gemaakt naar vegan. Ik zat natuurlijk nog vol in de vleesbusiness en ook mijn eigen mindset was volledig op vlees gericht. Ik at er vrij veel van, zeg 500 à 700 gram per dag. Ik weet het, dat is vrij veel, maar ik had het altijd tot mijn beschikking in het vleesbedrijf. Dus wat ik toen eigenlijk dacht, is van ja, dat onze relatie niet heel lang meer stand zou houden. Het grappige was dat we kregen steeds vaker eigenlijk gewoon gesprekken. En veel vaker dan mijn lief was, moest ik toch toegeven. Omdat ik niet recht kon praten wat eigenlijk krom was. Het bedrijf runde hij met zijn vader, een echte vleeseter. Best spannend dus om dat te vertellen. Mijn vader is vrij open-minded wat dat betreft. En hij heeft vooral zoiets van, je moet vooral doen wat jou goed dunkt. En omdat hij toch al met pensioen was, heeft hij de zaak zeg maar, in de tussentijd heeft hij aangehouden zeg maar, voor mij om eigenlijk in de loop der tijd over te nemen. Nou ja, dat was natuurlijk compleet van de baan. Dus hij vond het eigenlijk misschien juist al een prima ontwikkeling. Sam denkt een ideale uitgangspositie te hebben met zijn geschiedenis om nog veel te betekenen met zijn veganistische slager. Ik denk dat ik toch zeg maar, in de productie, zeg maar, in de vleesproductie, heb ik bepaalde kennis opgedaan van processen en werkwijze. Natuurlijk mijn netwerken binnen de foodservice die ik ook weer aan heb kunnen wenden met de verkoop van de vegan producten. Zeker ook omdat ik een beetje de mindset ken van de mensen die met hun restaurant eigenlijk altijd gefocust zijn geweest op vlees. Om ze aan te geven van, joh, er is een plantaardige movement is er bezig. En waarom zouden alleen de grote concerns zoals Domino's Pizza of een New York of een McDonald's of wat dan ook daar de vruchten van kunnen plukken? Hi, and here is where the vegan donut kebab ends.